Welkom bij weer een nieuwe video van ons Jasper. Leuk dat je kijkt. De wereld gaat weer langzaam uit de corona lockdown. En terwijl wij het afgelopen anderhalf jaar toch wel hebben afgezien, kan ik je zeggen dat er nog een aantal ziekten zijn die wat erger waren geweest. Dus daarom dat ik een top 10 in het leven heb geroepen met de meest bizarre ziektes ooit geregistreerd. Benieuwd welke 10 ziektes erger zijn dan corona? Daarvoor moet je blijven kijken. Enthousiasper! Op 10, een vleesetende bacterie. Wat begint met een rood vlekje dat langzaam paars en uiteindelijk zwart wordt. We hebben het hier natuurlijk over de vleesetende bacterie. En deze bacterie die eet jou langzaam van binnenuit op. Doe je niks met het geïnfecteerde stukje vlees, haal je dat niet weg. Dan is het wachten tot het einde, want uiteindelijk zal alles wat geraakt wordt door deze bacterie afsterven. Bleh. En toen ik het zag, ja, het was net als een haaienbeet. Op 9, gezichtsblindheid. Ken je dat? Ben je naar de kapper geweest, loopt iemand je vervolgens straal voorbij omdat hij je niet herkent. Het kan zijn dat deze persoon dan lijdt aan gezichtsblindheid. Waar wij allemaal iedereen herkennen op zijn oren, zijn neus, zijn haren, zijn ogen of zijn mond, kan iemand die lijdt aan gezichtsblindheid deze gezichtskenmerken niet onderscheiden van elkaar. Vaak ontstaat dit door een hersenbeschadiging. Dus de volgende keer als jij naar de kapper bent geweest en iemand loopt je straal voorbij, word er niet boos, maar heb medelijden. Hij of zij heeft waarschijnlijk gezichtsblindheid. Now, even faces she knew well before. No. Okay, well that's George Clooney. Oh, wow. No, I wouldn't know that. Are a mystery to her. No, I don't know who that is. Who is it? The president. Op 8, het weerwolfsyndroom. Iedereen heeft altijd wel een beetje haar op zijn armen, zijn borst of zijn benen. Maar mensen die lijden aan het weerwolfsyndroom overdrijven dit wel heel erg hoor. Die hebben namelijk dikke haren in hun gezicht, op hun armen, buik, eigenlijk over hun hele lichaam. Deze ziekte wordt doorgegeven van familie op familie, want het zit namelijk in je genen. Dus dat zorgt ervoor dat er hele harige families zijn. Of zullen het dan roedels zijn, net zoals wolven? Today, Larry Gomez is a minor celebrity. He's made his appearance his trademark, and he's begun to feel comfortable in his skin. But it wasn't always like this. His childhood was not like a normal boy's. Niets zo vervelend als wakker worden en je vervolgens niet meer verstaanbaar kunnen maken. FAS is een syndroom waarbij je wakker wordt met een buitenlands accent. Het is een hersenaandoening die sinds 1907 ruim 100 keer is vastgesteld over de gehele wereld. Het meest schrijnende geval was wel die Noorse mevrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog op een dag wakker werd met een Duits accent. Ja, er zijn momenten waarop je beter met een ander accent wakker kan worden. Sarah Colwell from Plymouth in England is a dead set Pom, who now sounds like she's from Shanghai. It wasn't until I was in the ambulance on the way to the hospital, she actually said, are you aware of the way you're speaking? And I said, oh, I sound like I have a slur. And she said, no, you sound like you can work at a Chinese restaurant. De volgende ziekte die ik met je wil behandelen is de steenmansziekte. Klinkt misschien een beetje als een ziekte die vooral voorkomt in sprookjes. Je kent wel Quasimodo of andere betoveringen door een heks waarin iemand van steen verandert. Dit is een heftige ziekte waar nog geen medicatie voor is. Al het zachte weefsel in je lichaam wordt hard. Dus van spieren tot gewrichten, van pezen, alles versteend. Het is zo heftig dat op een gegeven moment het slachtoffer van deze ziekte de keuze moet maken. Wil ik de rest van mijn leven zitten of liggen? Ja, het is hard, maar dat is zijn lichaam dus ook. The first thing to go was there was a lot of swelling in my back. That has caused that over time to just turn into a sheet of bone. I have progressively lost more movement in my shoulders and neck. To at this point where I have almost none. Halverwege de lijst op 5. Een buitenaards bizar syndroom. Het alienhandsyndroom. Door een aandoening in de hersenen communiceren de hersenen niet meer goed met je handen. Waardoor een patiënt niet meer zijn handen goed onder controle heeft. Sorry, hier kan ik niks aan doen. Ik heb ook last van het alienhandsyndroom. Geitje natuurlijk. Make a full fist and release with the right. Yeah, I'm trying.
just doesn't... I can't. Op 4, het visgeursyndroom. Heel veel mensen doen er natuurlijk alles aan om door middel van een beetje deo of een lekker luchtje goed te ruiken. Bij het visgeursyndroom heb je een probleem. Door de verstoorde hormonenhuishouding ga je minder lekker ruiken. En het is zelfs zo erg dat je dus op een gegeven moment ruikt naar rotte vis. Er is helaas nog niks te doen aan deze ziekte die vooral veel bij vrouwen voor lijkt te komen. De main sort of scientific name for it is trimethylaminuria. It's also known as fish odor syndrome. Alice in Wonderland is voor veel mensen een magisch sprookje. Een verhaal waarin dingen niet lijken te zijn als wat ze zijn of juist andersom. Het Alice in Wonderland syndroom heeft dezezelfde kenmerken. Door een miscommunicatie tussen je hersenen en je ogen lijken objecten die verder weg zijn toch dichterbij te zijn. En heel dichtbij zijn en in één keer heel ver weg te zijn. Het is ook weer een aandoening die helaas niet te verhelpen is, maar waar je met een beetje geluk in de loop der jaren wat overheen kan groeien. Many of the symptoms that we experience include the inability or strongly diminished ability to perceive color. The next one is lines and contours appearing to be wavy. And the most common of these symptoms is distortion of seeing things smaller or larger than they normally are. Op 2, een aandoening die zo uit een sprookjesboek lijkt te zijn weggelopen. Het doornroosjesyndroom. Mensen die hieraan lijden, die slapen zeker 15 tot 20 uur per dag. En de 4 uur dat ze wakker zijn, gaan gepaard met geestelijke problemen en hallucinaties. Je zal er moe van worden. A young woman struggles with an incurable disease that causes her to fall asleep for long periods of time. 19-year-old Jane Butler of Thousand Oaks, California, was diagnosed with Klein-Levin syndrome, or KLS. It's sometimes known as Sleeping Beauty syndrome. Op 1, de meest zieke aandoening van allemaal, namelijk het syndroom van Koraar. Wanneer je last hebt van deze aandoening, dan denk je, nee, dan weet je zeker dat je een zombie bent. De ene helft van de patiënten denkt dat ze dood zijn en dus dat ze als ondoden door het leven gaan. De andere helft denkt dat ze bepaalde organen missen en half dood door het leven gaan. Deze mensen geloven zo zeker dat ze zombie zijn, dat ze niet meer de noodzaak zien om te eten en uiteindelijk aan ondervoeding doodgaan. Do you really believe that you are dead? How do you know that? Dit was hem dan, de 10 meest bizarre ziektes op een rij. Mis je er nog eentje of ben je blij dat jij hem niet hebt? Laat even weten in de comments wat jij ervan vindt. Geef een blauwe duim als je dit een toffe video vond. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. We zijn steeds op zoek naar die 250 abonnees en we zitten inmiddels op de 180. Gaat hartstikke lekker, maar aan het einde van deze maand willen we 190 hebben en daar hebben we jou voor nodig. Vergeet vervolgens ook niet even dat belletje aan te klikken. Doe je dat, dan ben je altijd als eerste op de hoogte van alle nieuwe content die wij uploaden. Ik dank jou vanuit het diepst van mijn hart voor het kijken naar deze aflevering. Bedankt, tot de volgende, tot later! Enthousiasme! Dit was hem weer. Wil jij nou nog zo'n top 10 video zien? Klik dan deze video even aan. Of dan kan ze op deze playlist van Anthony Jasper. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Daar dus. Die knop zo. Niet vergeten. Vinden we leuk.